Gaan jullie maar rijden, dan kan ik mijn shit even regelen, mijn gun. Ja. Even kijken, rechter muisknop. Parts. Muzzle. Oh ja. En dan hoe hij is equipped. Oké, check. Got it. Ja. Awesome. Ja, je moet wel even goed kijken, want je kan altijd je wagen... Wat doe je nou? Fucking hell. Shitballs. Gast, wat doe je? We vallen weer naar beneden. Nee, het is gewoon een shortcut. Trust me. Kijk. Een heel stuk afgesneden al, zie je? Nog een keer. Proost. Shitballs, dat gaan we vaak horen, hè. Hallo. Hey, comprende? Get in the way, dude. Hoi. I'm driving over here. Move it. Pas op voor je hoofd, Patrick. Hey, man. Solid is wel. Solid ride, man. Helemaal de verkeerde kant op. Nee, kijk, want daar is het, daar is de objective. Oh ja, 1 kilometer. In een rechte lijn ga ik gewoon naartoe. De rechterlijn gaat een beetje omhoog en omlaag, maar... Civilian killed? Nee, jongens. Ja, jawel, dat was die mevrouw net. Wie deed dat? Jij. Ja, nee, jij rijdt. Ik rijd er netjes omheen. Ja, ja. Jawel, je duwde tegenaan, toen viel ze naar beneden. Oh! Oké, nou jongens, daar is de... De POI. Oh, nee, rustig. Nee, niks rustig. Tactisch. Dit is heel tactisch, hè? Dat noemen ze een blitz. Dit is een tactische move. Oh, dit is een Duitse tactische move, is dat? Juist. Pas op, verkeer. Ja, fuck it, ik ga uitstappen, hoor. Moet je eens je rijbewijs halen, Martin? See you later! Later! Je rijdt gewoon door, hè? Alright. Als we hier rustig aan. Hier tussen die boom even. Get down! Get down again! Come on, get down! Throw the grenade! Oké, ga even liggen, doe maar. Oké, en dan gaan we dronen. Deploying drone. Oké. Okay. Oh, Martin weet ook hoe het spel moet, hoor. Tjonge, jonge. Ja, ik heb nou een beetje gefocust kunnen... Oefenen, ja. Precies. Ja, wat ik zeg, ik heb al heel wat... Ervaring. Alleen mijn drone is nog een beetje weinig bereik. Ja, precies. En de batterij. Alright. De batterij is meestal het probleem niet. Ik denk bij deze wel, want hier zijn ook mannetjes. Als je vergeet een upgrade, heb je unlimited battery. Battery! Okay, wat is het plan, jongens? Even doorspreken. Wat gaan we doen? Nou, we gaan de sniper rifle pakken. Ja, en dan gewoon schieten. Maakt niet uit. Moet niet tag of zo? Ik doe die. Nummer 1 doe ik. Even wachten. Nummer 2 is voor Patrick, alsjeblieft. Ja. Oh, als je, okay. Als je hem ingedrukt houdt, dan krijg je hem aftellen. Hè? Dan kunnen we allemaal... Ja? Nou, Martin houdt hem al ingedrukt. Ik hou die rechter... Ja? Ja, ho. Stel dan even een... Wacht even. Die is voor Martin. Ja. Daar sta ik ook al op. Ja, hij loopt net achter een muurtje. Niet ik aftellen, heb... gebruikt in-game teller, hè? Oh, de in-game teller, oké. Okay. Gewoon I got no, I don't have a shot. Moet ik dan Q ingedrukt houden? Nou, gewoon je sync shot knop, ja. Dan gaat hij als goed aftellen. Waarom acquire ik niet? Wie is dat? Ja, waarom acquire je niet? Oh, ik heb hem. Oh, oké, okay. Nu Martin nog, acquire. Als je hem goed in je vizier hebt, dan gaat hij vanzelf... I don't have a shot. Are you guys deaf? Huh? Oh, oké. Okay. Hij moet even in line, of sight. Hij staat achter een hoekje. Dus, wacht, het is een patrol dingetje. Een beetje... Kut gras hier zo. Jouw idee. Ja, jij wil tactisch zijn. Ja, we kunnen ook gewoon American style doen, hè? I don't see any oil, do you? Nou, we hebben geen drones die op afstand iets kunnen vernietigen. Echt wel. Echt? Ja? Oh ja, je hebt een suicide drone, dat klopt. Ik heb suicide drone, ik heb ook EMP drone. Ah, oh, super vet, dat moet je zo even doen. Maar goed, wanneer gaan we nou schieten? Martin, schiet op. Jongen. Loop dan rond, ga via de andere kant.
Ja, dan loop ik eromheen en dan komt hij weer komt hij om het hoekje lopen. Pak jij nummer 2. Pak jij nummer 2 maar, nog maar. Ja, ook goed. Whatever, dude. Whatever. Ja, mijn arm moet lam. Kom op. Shut the fuck up. Stel je niet aan, man. Ik wil niks tillen. Waarom doet Emiel eigenlijk niet mee? Weet ik niet. Ik heb niks gehoord van hem, dus. Ik heb hem in het vizier. Ik ook. Oké. 3. 2. Nee, gebruik nou de... 1. Ja, lekker. Hé, ik heb de muscle er wel op gezet. Hoe kan dat nou? Ja. Ah, fuck. Ik kan het even checken hoor. Wat is dit nou weer? Stock muzzle heb ik erop gezet. Oh. Nee, eerste schot wat gevuurd wordt suppressor. En het tussen element is alweer verdwenen. Je moet de suppressor erop zetten. De suppressor, ah, oh, man. Suffert. Suppressor. Op de plek van de muzzle zet je een suppressor. Zeg ik. Ga maar. Equipped. No signs of the enemy. All units stand down. Oké, stand down. Nou, de snipers zijn uit de torens. We zijn al... We kunnen gaan infiltreren. Wat was dat? What the fuck was dat? Ja, nu zijn ze allemaal... alarmed. Komt er hier zo... Fuck, mis! Fuck! Shitballs. Begint goed! Ik heb de motor even afgevuurd. Explosions! Ga jij Martin redden? Help! Ja, ik ben onderweg. Help! Waar ben je? Help! Oh. Hallo! Help! Ik zie je! Help! Er is een dude hier zo. Pak mij Ik heb geen dude hier. Help! Oh. Ik moet helemaal rondlopen. Kom, jij ziet mij. Ze zijn on alert. Oh, ik lig vlak naast je. Ja, kom maar aan. Maar ik moest even... Kom maar! Te laat! Nee, ik word neergemaaid hier. Shit. Wacht even. Bijna dood. Waar is die dude? Wat voor difficulty speel je? Normal. Oké. Kom op, Martin. En meteen een toekje om. Son of a bitch. Ze zijn boven. Ja, ik had ook een ander wapen moeten pakken. Ah ja. Frag out. Come in here, culeros. Oh shit, de laag. Kut. Hier links, linksboven. Ja, goed gedaan. Mooie schot. Ja, ga goed. Het is echt American style dit hoor. Ja. American style tactisch. Gun hier in de muur, dat kan lachen. Ik ga die basis in hoor, want dan blijven ze van buitenaf instormen. Oké. Okay. Heeft iemand de cavalry geroepen ofzo? Ja, heb ik gedaan. Ja. Heb ik gedaan? Of, ja, heb jij gedaan. Ik heb nog de spotting gedaan en de motor. Gaan we gewoon nog een keer doen, de motor. Moeder mij laten doen, ik heb een snellere cooldown ervan. Wat is dit paarse dingetje hier zo? Nou, dat is de deur die open is. Oh, oké. Okay. Ook zie daar een gunparts. Mission Objective is hier, hè? Ja, ja. Oh, wel een mooie helikopter. Gunparts is ook weer makkelijk unlocken als je intelligence characters opent, hè? Zal ik je ondersteunen van bovenaf, jongens? Ik ga jullie van bovenaf ondersteunen. I got it, I'll fly. Ja, doe dat. Let's go. Er zitten hier binnen nog een paar dudes. Bring down the hellfire. Ik zie niemand meer hier. Ga je boven zijn. Kun naar boven. Ja. Binnen zijn we mooi. Deze moet je hebben. I know. Silencio, motherfucker! Draad, hè?
Gaat, hè? Ja, ja. Gaat, hè? Hoppa! Kom je even oppikken op schoon? Ja. Kom hier dan. Oh, is... ja. Oh, ik moet er even uit. Ga niet goed. Je moet eruit? Ja, de helikopter vliegt in de fik. Oh, ik moet trouwens even mijn graphics omlaag zetten hoor, want als het puur gevecht is, dan gaat mijn framerate net even ietsje te ver. Oké. Okay. Moet de helikopter ook even uitschakelen boven. Nice, uit de lucht geschoten, goed gedaan. Hier, we pakken de jeep, Oké. Okay. Kom maar aan. Ga jij in de gun zitten? Ik ga rijden. Waar is Martin dan? Die komt eraan, die is aan het praten. Martin, kom. Martin! Doen jullie nou eens even rustig aan, man. Martin is collectibles aan het pakken. Ja, okay. Ik heb nou een scope. Helikopter! Kijk! Oh, nice! Een helikopter met een fartgun. Hoes! Schiet hem! Waar is dat dingetje dan? Zo, dat ding kan een hoop hebben. Nou, inderdaad! Oh, Raf, hoor, dit gaat snel heen. Wat ga je doen? Oh, je hebt gelijk! Yeah! Ah, hier is hij. Kom maar. Koos! De helikopter, man! Oh, man. I call the rebels for some indirect. Oh, solo spelen is één ding. Maar om dit spel te... is wel even lastig, hoor, voor de PC. Ja. Ja, hij moet ons natuurlijk ook... Ja, wacht maar met je PC. Nee, ik denk dat ik gewoon even het opnemen moet uitzetten. Jammer Martin, echt? Ja, maar goed. Ja, want dat is de grootste killer van de frames, zeg maar. Oké, dan check je later mijn stream. Waarom? Ja, ik ben nog wel aan het streamen, maar niet meer aan het opnemen. Oh, zo. Hey Mark, kom dan. Ja, allemaal dingetjes om op te pakken en mee te nemen. Dat heb ik allemaal nodig om te levelen. Ja, ja, dat is fijn, Ik heb al een paar grote caches al gedaan met missies, weet je, die groene missie. Ja. Als je wil, heb ik een mod menu om je meer items te geven. Ik was op een gegeven moment zo zat om al die dingen te verzamelen, dus ik heb mezelf gewoon een miljoen medical dingen zo gegeven. Dat is cheaten! Ja, weet ik. Ik heb het de rest van eerlijk gedaan. Ik heb alleen die comstools en zo even aangevuld. Ja, op een gegeven moment worden de upgrades best wel duur. Ja, ook dat. En ik was zat op elke basis 100.000 keer te stoppen om die dingetjes te plaatsen en zo. Ik denk, fuck it. Ja, elke van die kleine beetjes. Toen ik uiteindelijk level 30 was, heb ik mezelf gewoon een miljoen resources gegeven van alles. Ja. Maar ik moest nog steeds skill points oppikken en zo, dat was allemaal ja, wel. Ja, oké. Maar ik was gewoon zat om die resources heel de tijd te doen. Hoppa, laat maar komen die resten. Ja, het haalt wel inderdaad wel een hoop van de snelheid uit het spel, zeg. Ja joh man, je bent 100.000 keer bezig om te stoppen. En dan telkens met 50 resources dit, 50 resources dat. What the fuck ben je aan het doen? Ja, een foutje. Sorry. Ingang is nou opengeblazen. Wat zei je, Martin? Dat hier wel een hoop dingen zijn. Ja. Kijk, waar is dat? Wat boven. Is dat wapending dan? Boven. Op dak. Oh, wacht. Ik dacht dat... Meestal zitten ze op de bovenste verdieping van zo'n gebouw. Ja. Of in zo'n bunkertje. Die je net aan het begin van de basis zag, zeg maar. Oh, zwarte vlag.
Oh ja, zo'n gebouw ben ik al eens een keer in geweest. Ja, hey, deze gebouw kom je heel vaak tegen. Ja, dat is allemaal prefab natuurlijk. Hier is het. Oh, we willen dan natuurlijk wel heel erg veel maken. Wat heb je? De Super Shorty. Oh, shotgun, ja. Ja. Wel leuk, maar meh. Ik hou het liever op afstand. Oké! Okay. Ready? Ik vind het wel... Ja, ik kan hem wel veel meer verzamelen hier, maar ik kom hem wel een keer terug. Oké. Okay. Zijn jullie de hele tijd aan het wachten totdat ik elke basis heb gecleared? Oh, die gaan ontploffen. Kom Martin naar buiten. Paf! Oké, okay, kies maar weer een missie, Martin. Wij volgen jou. Kijk hoor, zit jij in deze auto? Ja. Ben jij dit? Ja. Pascal rijdt. Ik stap achterin. Oké. Okay. Nou, kies maar een missie. Dan heb ik hier zo, even kijken, een Mage Intel. Dat makes 10. Doe ik hem nou? Ben je nou de Major Intel dinges of niet? Wat jij wil. Zeg het maar. Ja, rij je maar. Karre! Oh. Oh, wat is dit? Oh mijn god. Oh mijn god. Wat ben je nou weer aan het doen? Oh. Ja, shit. Sorry jongens. I asked the rebels to drop off a ride. Nou worden we meteen lastig gevallen. Hier staan nieuwe jeeps met wapens erop. Oh ja, let's go. Oké, okay. Pascal mag niet meer auto rijden. Nee, Martin rijdt. Oh, sorry, ik zit er al in. Stam in, kom. Ja, shit. Dit gaat wat worden hoor. Hallo? Waarom? Jongens. Ik word gewoon neergeknald door jullie. Oh. Alright. Ik was even nu tegen de basis is dan altijd wat vervelend. Crap. Ja, Unidad is wel lastig. Ja. FYI. Ik heb net cake gebakken. Oh, zo perfect. Waar met bij jou? Gaan we een volgende keer bij jou landen. Tasty. Oké, Martin rijdt. Eerst eens kijken waar is. Daar zijn we. Oké. Okay. Het is nog geen helikoptervlucht met jullie. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Ik heb een voertuig laten spawnen. Je bulldozer zeker. Ja. Zoals van Martin. Nou, eigenlijk in deze game ben ik juist super sneaky sneaky. Alright, ik ben. Laat het bij mij nog wat langer, hè, dat weet hij. Ja. Het is maar een missie, wij volgen jou. Oh, is hij weer gedeactiveerd? Hey. What the fuck was dat? Dat was ik. I'll drive. Kijk, lekker muziekje erbij. Pakken ze wel even een snellere voertuig. Waar is Pascal? Ik ben er ook in. Oh, je zit daar. Kijk eens wat zitten. Nou, netjes toch? Nou, een missie. Ja. Nog 250 meter. Ah, oké. Okay. Ja, ik zie het. Oké, okay. Ja. Wow. Ja, kom, ooh, yes. kom. Oké, okay. GTFO! Hey, welke missie dan? Ja, hier ligt een Major Intel.
Oh, oké. Drone in the air, baby. What's the recon come back? Wacht even. Count is now fine. Yeah. Er is nog eentje volgens mij, daar. Ja. Ja, allemaal getagd. Allemaal? Ja. Yep. Oké. Okay. Nou, awesome. Link. Frag out, get some. Oh, nou weer een granaat. Nou, is toch cool? Vier tegelijk. Gosh. Tactisch! Dat is tactisch. Nee, dat is niet tactisch. Ze zijn toch dood? Nee, dat is een tactical grenade. Moet je kijken, joh. Drie... Hé, gasten, kijk dan. Precies hier. There's a cartel commendation here. Drie tegelijk. Paf. Maar goed dat ik geen ghost game doe. Lol, gaan jullie mee met helikopter zo? Ja, maar als je eenmaal punten gaat verdienen, gaat loopt het heel snel af. Ja, oké. Kom maar aan. Wat? Metal. Schat een helikopter. Ja? Oké. Okay. Oh god. Ja, dat gaat, nee, dat gaat goed. Ik kan heel goed vliegen. Doe mijn parachute het. Zo niet, kom er snel genoeg achter. Nou, missie. Ja, oh, ja. Oh, ze hebben night vision. Oh, hier is een van de een van de story missies of zo. Yes, Inna, steal the plane. Oh, dat is oké. Kies maar. Ja, hier vlak naast. Hier rechts beneden. Oh. Die. Deze. Steal the plane. Oké. Okay. Martin vliegt dadelijk, ja? Ja, is goed. Moet even een stukje er vandaan landen. Land daar boven op de berg, daar links van het vliegtuig. Zie je dat? Oh ja, dat is een mooi stukje. Daarachter, zeg maar. Ja, dan kunnen we daar, dan zien we ons niet meteen, kunnen we even scouten en dan... Ja. Ik moet wel zeggen, deze game, die we bij de Division 2 toen hebben gehad, ik ben er wel blij mee. Ja, jij hebt hem bij de Division 2 gehad, Gerard. Ja, wij hebben een gratis game gehad bij Division 2. Ik snap niet waarom die nu nog steeds een full price verkoopt, hè? Ja. Jij bent al volledig aan het scouten. Ja, we hebben ze. Die drie bij het vliegtuig moeten we als eerste killen. Want een van hun staat in het vliegtuig om weg te vliegen. Oké. Zeg het maar, snipen we of gaan we gewoon binnen guns blazing? Nou, ik ga gewoon even kijken wat ik kan pikken. Kun je, Pat, kun jij die armored dude neerknallen? Ja hoor, pak ik dit even voor staat. Zeg maar wanneer. Ik pak 1. Ja? Ja, en ik? Ja, 2 en... Oh. Ik 2? Jij 3, Pascal. Ik 3. Ik heb mijn sight, ja. Ik heb hem ook. Oké, okay, ik heb voeten van 1, moet goed komen. Ja, zeg het maar. Ja. 3, 2, 1, shoot! Tango down. Skull mist. Ja, ik heb hem geraakt. Nou, dat was het volgens mij. Dat zou het dan, baby! Dat zou het dan! Alles wat je nodig hebt. Ja. Ik denk dat je ook een medal zit. Oh ja, wacht, je zit ook een medal, ja. Oh, waar? Ja, je hebt hem al, we hebben deze missie alles gedaan, Pascal. Oké. Dan we doen alles voor Martin dus. Zone 1, man. Oké. Anders zie je hem gauw genoeg op je map. Ja, dat klopt. Hey, barrel of oil! Yeah! Zie je freedom! Martin, jij gaat zo vliegen, hè? Ja. Wrong! Je hebt ook een Predator missie, hè, in de game. Ik heb de badge van de Predator op een... Een Predator missie? Ja. In, waar was het ook weer? Even kijken, nee. In de Caimanes regio is een story missie The Jungle Moved. En dat is dus een Predator missie. Oh. Dus ik heb heel veel met thermal werk of zo. Ik heb geen idee, maar ik heb het nog niet gedaan. Dat zijn allemaal extra missies die ik nog niet heb gedaan. Nou, die kunnen we gaan doen. Alright. Martin vliegt, succes. De plane. Ik ben wel een passagier.
Ik ook. Nou, succes Martin. Man, S, shift is gas geven. Yay! En niet te hoog, man. Oh, kan wel. Waarom loopt mijn mannetje het... Oh, stunten. Nee. Daar, hoor, daar gaat meer. Martin! Ah, ik wilde een Indiana Jones doen. Nou, kom op. Vliegtuig omhoog. Ah, ik ga eruit. Ik had niet anders verwacht. Ik wilde echt zo precies met mijn buik langs de berg keren, maar ik heb net niet voor mijn buik. Oh, jongen. Echt sokslagen. Nou. Even serieus. De eerste keer. Nou, echt wel toch, Patrick? Hè? Dat deed ik wel goed de eerste keer. Nee joh man, jij kwam ineens de landingsbaan af. Let's roll. Ga echt erop. Ga niet. Ik heb een voertuig laten spawnen. Need your car, brother. Out. Wacht, voertuig spawnen? Ik had er gewoon een. Ja, kan ook. Kijk, ik heb deze. Ik heb een motor... Ik heb gewoon een mooie modale auto. Nou niet eens. Dan heb je tenminste een auto. Ik heb een lelijke modale auto. Waar gaan we heen? Oh ja, misschien wel even... Even een missie kiezen. Even kijken hoor, heb ik nog een missie? Ja, hier is een sport. Jongen, doe niet zo asociaal. Reach El Polito's Garage. Misschien even kijken of we echt een helikopter kunnen fixen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, hier is het. Nou, gaan we daar naartoe eerst? Let op, wacht even. Wat ga je doen? Ja, wacht even. Ja? Ja, ik wacht. Wat is er, Patrick? Tada! Heb je die gespawnt? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, als je vehicle spawns upgrade. Oh! Dan kan je steeds meer. Lekker hoor. Ik wil ook wel een helikopter. Ja, nou ja, dan moet je vehicle spawns vrij spelen. Oké. Okay. Yay. Op naar de missie. Reach El Polito's Garage. Klinkt interessant. Auto's tegen. Vast en zeker. God damn it, we're too late. Oh. Komt er al je getreuzel, Martin? Wat? Ja, we are too late, zei hij bij mij. Ja hoor. Nee, zijn we niet te laat? We zijn er niet eens in de buurt van de mission zone. Nee. Oh. Nee, saai, ja. Uh-oh, direct threat! Of loop ik te laag? Rustig aan, man. Oké, hoe gaan we het doen? Wat wil je? Tactisch. Nou, ik ben nog steeds van de optie Oké. Hold up. Ja, tactisch? Ja, gewoon lekker rustig aan. Silencer, één voor één uitpikken. Oké. Dat moeten wij toch wel kunnen, jongen? Ja, we zijn volwassen. Dat heeft er niks mee te maken. Jong van geest. Heeft er niks mee te maken. Ben je goed in een spel? Hey, we kunnen ook die gasoline opblazen meteen. In het midden. Nee. Diversion. Nee? Oh. Diversion. Dan niet. Drone is airborne. Die sniper hem aan? Nee, deze keer niet. Well. Tango marked, but he's got a civilian nearby. Cannot go too far. Rustig aan, ik heb hem al. Nou, hoop gasten, ja. Hier ergens in dat gebouwtje heen, kan niet zien. Daar is die. Hebben we nou de meeste gehad? Nou, er zitten hier nog wel meer. Ja, vooral de andere kant van de basis. Ja, inderdaad. Gunner. Bij die gunner loopt nog een patrol. Ja. Oké. Oh, ik zag er nog eentje vlakbij die patroller. Nou hebben we ze.
Oké. Oké, even kijken, is er geen alarm ergens of zo? Ja, precies. Hier niet, denk ik hoor. Ik pak alvast die naar hier links. Got it. Ik pak deze wel. Oh, fuck. Mis. Raak. Fuck. Ja, witness. Dood. Shit. Ah, hij draaide zich net even om. Dat is allemaal één voor één neerknallen. Show me. Oh, ze hebben reinforcements. Maakt niet uit. Fucking hell. Oh, die kan ik niet ver gooien. I called the rebels for mortar fire. Hey, hey, hey. I called the rebels for reinforcements. So, bring them hell. Holy fuck, fuck. Damn, that guy's dead. I'm going in. Yep. Here we go. Run. I'm going to hide next to this barrel of flammable fuel. Oh, sniper. Nee, geen sniper. Gunner. Oh. Lol, ik schiet op eentje. Skull? Ja, ja, ja. Jouw mortar strike heeft de auto vernietigd die we moeten stelen. Nee. Ja. Oh my god. Ah, sorry jongens. Bigger guns are not always better guns. En nou? Nou, moet je de missie opnieuw beginnen. Dus moeten we hier vandaan. Got it. Oh, civilian killed. Okay. Valt niet meer veel mee te doen. Nee, maar binnen is nog een auto. Ja. Oh, deze wacht even. Ja. Deze moet. Weet je in dat hoofdgebouw van de trappen? Waar ik sta. Ah. Ja. Goed bezig, school. Sorry. Shit. Zo, heb jij dit spel wel eens gespeeld? Ik denk minigun. Nee. Dan jij. Hey, fuck. Waar komt dat vandaan? Minigun. Oh. Ja, boven. Ik denk dat Pascal dit minder heeft gespeeld dan jij. Nou, jongens. Echt wel. Ik vind het niet meer leuk. Nou, dan ga je doe dan eens een keer tactisch. Ja, okay. Doe dan eens een keer niet gewoon meteen alle explosies eruit gooien. We zijn... Echt, eerst wat Pascal doet. Oh, kut, de missie gaat niet goed. Hup, mortier. Sorry. Ah! Oh shit, ik ben gespawnd. Mortier. Motor. Nou, oké, en nu? En nou, replay. En nou, autokiot en... Kies jij een andere missie, Martin? Car, amigo. Ja, right joh. Dan gaan we maar een... kijken... andere main mission. Mm-hmm. Niet in de buurt. Dan hebben we een super simpele voor wat leuke dingetjes. Reach the objective. Oké. Kom maar aan. Reach the objective. Dat is heel je missie. Hey, zijn er? Patrick, jongen. Hey, huh? Andrik, oh, hey, gezellig! Ah, oh, gezellig! Ah, oh, knuffelen! Lachen! Hier zo is gewoon de gebouwtje in. Hey, moet je eens raden hoeveel graden mijn laptop is nu? 100.000! Nee, 101! Hey. En in. Oh. Kun je eitje oppakken? En in. Ja, echt. 101. Arm ding.
Frag out. Kijk, nu mag je wel met explosies. Yeah. Ja, mag dat eindelijk? Yes! Moet je eens raden hoe warm mijn PC nu is. Nou, ik denk 60. Ik zat sowieso op zoeken, maar het zal nooit veel zijn. Even kijken. Verhakken. Kink of the cartel's comms. Zo. Nou, dat is ook weer gedaan. Goed hè? Ook weer geregeld. Goed zo. Oh, valt mee. 45 graden. Oh, dat is niet veel. Capped op 60 FPS. Nice. Oh, wacht. Heb je ook alles op ultra draaien? Yep. Ultra Mega Turbo! Turbo! Ga jij vliegen? Wie, Martin? Ja hoor. Oké. Okay. Mag er niet in. What the fuck? Doei! Jij niet? Let's go! We gaan de auto rippen. Skull? Ja? Geen mortier deze keer. Oké, beloofd. En een beetje geluk is de basis nog steeds leeg. Dan kunnen we zo naar binnen lopen en de auto stelen. Echt? Ja, kijk. Alles is wel leeg. Nou, parachute, hop. De eerste keer dat ik in dit dorpje kwam, heb ik hem echt gewoon letterlijk op het dak neergezet. Zo, klaar. Zie je nou, zo moeilijk is het nou? Oh ja. Pik mij. Nee! Nee, Martin moet rijden. Mijn missie. Hallo. Skull, ga dan naar. Nou, waar moet ik zitten dan? Nou, ik wil. Dat kan niet. Nee, kan niet. Tot zo. Zo, ga maar rijden. Oh, kan niet. Pak je helikopter, vlieg je achter ons aan. Ja, is goed. Godverdomme, welke Mongoolse fucking vrachtwagen nou hier in het midden. Nou, oké. Okay. Let's go. Oh, het sturen in dit spel is echt... Ja, hola! Move it, motherfucker! Nou, Rian. Ja, ik vind het het autorijden in het spel vind ik een beetje... Het is heel direct ja. Allemaal. Stuur is echt gewoon binair bijna. Ja, maar dat maakt niet uit. Kom maar wat je met het toetsenbord doet. Moet ik het spel dan spelen? Ja, nou, ik speel het toetsenbord. Maar ze zijn eruit, dan iemand. Pascal! Nee, sorry! Oh, die over je een holy shit! Lopen. Denk erom. Oh, jongen! Bijna dood. Bovenop. Paf! Net op tijd. Is niet leuk. Ja, ik weet dat die cake lekker is. Ga klauw af. Ja, gaf toch weg, man. Wat is dit? Hé, dat is gek. Moet ik jullie helemaal weer gaan zoeken? Nee hoor. Zo. Kom, we gaan op school ophalen. Mission complete! Ja, eindelijk. Oh, ja! Beacon. Oei, schiet naar de... even voor een... Ja, ik kom eraan. Okay. Oh. Oké. Okay. Waar gaan we heen? Ja, zeg het maar. Martin bepaalt. Martin moet het zeggen. Martin bepaalt. Martin, zeg het eens. Oh, sorry. Martin is aan het zoeken. Ja. Replay. Oeh. Gain access. Oké. Okay. Let's go. Let's go. Oh, wacht. Ja. Wat? Zelf. Gewoon lekker Oké. Oh, lekker muziekie. Backseat gamers. Backseat boys. Dat heb ik niet. Dan moet je... Ik heb DJ Perico die wat aan het vertellen is. De radio is dus niet synced.
opleggen. Je gezicht is niet zinkt. Hey, pas op, hè. Sorry, ik hoorde je niet. Je gezicht is even out of sync. Druk even Q. Hoezo? Nou, dan sync je het. Sync shot. Oh ja. Dat heeft Martin dan niet. Oh nee. Ja, ik heb het wel, maar één. Ik heb één sync. Zoiets, lekker. Die andere dingen leken me gewoon belangrijker. Wow, wat een bof achter. Ja. Geen idee. Dat gebeurt vaker, dat staat er een helikopter neer of zo. Ja, het is de hele Bolivie is de hele tijd in de oorlog, man. Oei. Oh. Die kant op. Ja. Ik ben je knipperlicht, Pascal. Daar, heb je dat? Nee, dat ben ik. Kijk. Oh, dat ben jij. We gaan naar links. Oké. Okay. Snap je? Ik snap. Weer links? Ja, oké. Okay. Die kant op. Ja. Goed, zo. Ik heb je er wel. Oh, we zijn toch een stelletje nerds, man. Volwassen. We zijn dan wel volwassen, maar niet volwassen. Oei. Nee. Oh, dit gaat met alleen maar worden als we met z'n vieren zijn, zeg. Kijk. Oh. Auto is trouwens gesteld. Eén ding moeten we even afspreken nu met z'n drieën. Iets voor Emiel. Iets waarmee we hem kunnen trollen. Waar wij met z'n drieën gewoon lekker ouderwets hem kunnen lachen. Het maakt niet uit, je kan Emiel met z'n allen trollen. Zoiets van Emiel die moet bijvoorbeeld altijd vliegen in een vliegtuig. Nee, je moet de hele tijd wachten en als Emiel net wel instapt, dan moet je wegrijden. Nee, dat is treiteren. Dat is treiteren, dat is niet leuk. Nee, je moet echt trollen zijn. Links, die kant. Oh, ja. I'm trolling. Nou, ik vind het wel een goed idee als Emiel de hele tijd moet vliegen of zo. Dat kan hij niet zo goed. Ja, dat is goed. Dat is goed, dat doen we. Eén wordt de driver, één wordt de vliegtuigpersoon, meneer. Ik ben al de helikopter dan. Nee, maar wacht even, waar moet ik nou heen? Vliegtuigen? Nou, hier gewoon het pad volgen. We zijn er. Oh, ja. Emiel is van de vliegtuigen dan. Ik ben van de helikopters. Ik ben van de mortieren. Nou. Alright. Hey, Pascal, waar moeten we nou heen? Auto is besteld, Pascal. Auto's bestellen. Oké, goed zo. Ja. Kijk, goed nieuws. 9:30. Oh ja, daar beneden is die match. Mooi. Dan ben ik om 11 uur bij jou, Martin. Oh, oké. Okay. Oké, wat is het plan hier? Gain access. Ik zie daar een huisje. Ja. Moet even een drone opgooien, toch? Nee, ik zie niks op thermal. Dus ik zie ook geen warmtesignalen op de dingen. Oké. Okay. Dat is er niet nodig. Ik laat Martin voorgaan. Ja. Oh, ik ben ook nog eens een keer een rogue. Dat zijn we allemaal. Oh, deze ken ik. Deze is cool. Oh ja. Reach. Crocodile! Oké. Ja. Eindbaas. Teddybeer. Oh, yummy, yummy. Teddybeer. Hebben die foto hier op het bureau gezet? Ja. Nou, mooi hoor. Hele mooie vrouw. Hij staat op een boek om wat langer te lijken, zie je dat? Zo, hoppa. Alsjeblieft. Drone going up. Nee, ik wil geen drone. Wat wil je dan? Waarom ga je liggen? What the fuck? Vind ik leuk. Martin kan niet meer lopen. Ik kan veel mijn legs! Oh, kill me Nothing now. Nothing is over! Nothing! Yeah, John Rambo. Okay. Never over. Oh, wacht, dit heb ik bij een van jullie een keer gezien, kan dat? Ja, dat klopt. Dat is op een stream geweest volgens mij. Ja. Kunnen we hier C4 plaatsen? Zo, dan was ze naar buiten lokken en dan boom. Je kan hem de vier luren. Of een mine of zo. Ja, je kan een lure gooien, maar je moet de deur openen. Oh dear. Ja, ze hebben het gehoord. Oh, sorry jongens, retreat.
Shit, I'm hit! What the fuck? Sorry. Wacht even, ik hou ze wel af. Ah, sorry Martin. That tango's down. Zit ik helemaal epic, ik kom binnen, tak. Ik heb een fucking granaat onder me. Sorry. Frag out, hola putas. Dood. Contact! Yuri is down. Frag out, heads up. Oké. You know how in the movies. Hoe ging dat dan? Ik heb een granaat gegooid. Moet je dit zeggen? Hij dook aan de kant. Maar hij bleef hangen in de edge van de explosie. Paf. Oké. Nog steeds dood door de splash. Ik schoot hem in zijn been en ik weet niet of dat misschien genoeg was om hem in één keer te killen ofzo. Ja, goed gedaan. Is iets van een vette gun als loot ofzo? Je hebt 2 guns gehad als reward voor het killen van de baas. Moet je in je inventory kijken. 2 named weapons, zeg maar. Oeh. Hoi. Kijk hoor. His AK-47 en her AK-47. Yep. Oké. Okay. Kan alleen niet editen. Dat is altijd jammer van die named weapons. Oké. Het zijn gewoon... Er zit ook geen suppressor op. Nee. Ja, die van haar wel geloof ik. Of die van hem, één van die 2. Nee. Wat een slachting hier man, jemig. Oh nee. Ja, niks aan dus. Lekker nutteloos. Okay. Nou, en dan moet je dus op je kaart gewoon een nieuw gebied gaan uitzoeken. En dan daar. En als je daar dan de eerste keer landt, dan krijg je een nieuwe mission briefing. En dan ga je daar verder. Even kijken. Get to the chopper! Oké. Wordt het of Okoro of PN de Aqua Verde? Als je even uitzoomt, even kijken mee. Dan kan je op een gegeven moment kan je zien. Ja, Okoro is 2. Ja? Dat is wel een goed idee. Dat zijn wel de beste, ja. Zeg het maar. Je kan influence of production doen. I don't care. As long as I get to kill some shit. Ja, nou ja, jij moet kiezen. Nou ja, ik heb een marker op Okoro gezet. Oké. Okay, Terio! We hebben hier een helikopter, dus ik vlieg dan, hè? Oké. Prima. En wat zeggen we dan? Get to the chopper! Ja! Get to the chopper again! God damn it! Do it now! Come on! Move! Okay. We have to go, they're trying to take my tortillas! Check die los, ouwe! Choose a mission! Nee, we gaan eerst daarheen. Jammer dat ik je Pascal er zo niet vanaf kan gooien, er een beetje heen en weer te slepen. Ja, leuk hoor. Ik heb een parachute hoor. Dan gebruik hem dan. Nee. Ja. En punt A, daar gaan we dan heen. En wat is daar? Niks. Daar gaan we gewoon hier aan de overkant van plaatsen. Gewoon een beetje het nieuwe missiegebied. Richting, zeg maar. Oké. Okay. Hey, een signal flare rechts. Ja. Ja, gewoon een Unidad groepje is dat volgens mij. Wow. Signalen voor een helikopter. Kijk, als we maar hier landen. Ja. Oeh, onweer. Dan kan Martin de volgende missie beginnen. Oh, direct threat. Hola. Meteen actie hier. Hoppa. Nou, maar Martin even wachten en dan gaat hij zo bellen als het goed is. Oh ja. Ja, ik heb een Karen Bowman aan de lijn. Ja. Ja, dat heb je dan weer. Alright. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo! Dat krijg je met kinderen, hè? Ik word elke dag al genoeg, K3. Het is niks, we zijn natuurlijk ook naar het concert geweest, 2 meiden. Oh. Dat is ook gezellig. Jawel, voor hun. Open tactical map! Zo. Open! Nou! Wordt een wave al.
Waar gaan we heen? Maar even naar het stadje hier zo, Puerto Nuevo. Oké. Okay. Oh, wacht, op school. Ja, ik moet even mijn skill points. Wacht op mij. Is er een skill point daar, Martin? De binnen. Ja. Oh. Natuurlijk een nieuw stuk van de kaart, hè? Moet je alle intel weer vrij spelen en zo. Ja, Oké, ik stap hier. Wait! In de bunker. Don't go! In de bunker! Yes! We will wait for you! You have to wait! Lol! Ik ben uit. Wacht op Martin. Ja, helemaal naar boven. Ik zie hier geen dingetje hoor. Pascal fotografeerde net iets in de bunker. Ja, dat was een skill point. Vind ik? Ik denk geen skill point, ik denk eerder dat het Hey, wat is er met die helikopter? Boom. Hij is kapot. Nieuwe spawner. Waar spawnt hij? Oh, daar. Waar? Ja, daar boven op de berg. Pak de auto wel. Maar, jij rijdt. Oh. Oh ja. Nou, fine, you relax. Let's go. Oh, ik heb net gelaten wegrijden. What the What the fuck hoor ik? Chips. Jezus, kun je dat niet even muten of zo? Binnenmonds doen of zo? Nee, dat kan niet. Dat doe ik ook binnenmonds. Slightly ominous. Vlieg jij mij. Alright, fellas! Ja, Martin, vliegen. Nee! Oh, ook goed. Whatever! Hit it! We have lift off. Is dat dorpje hier zo, dat stadje? Ja, ja, maar best. Ik weet niet echt waar ik heen moet. Ik heb niet echt een missie of zo. Je hebt toch intel, of niet? Als je op de kaart kijkt, heb je toch van die gele mapjes? Oh ja, die zie ik nou wel. Daar moet je heen. Dan... Dat is intel om je eerste missies vrij te spelen. Ja, yep, oké. Hey, daar is die basis waar we net geweest zijn. Oh ja. Ja, klopt. Ja, was de dichtstbijzijnde. Ja, mijn helikopter is al dichtbij. Ja. Wat voor smaak, Pascal? Hmm? Wat voor smaak? Paprika. Paprika. Lekker. You boys ready? Mhm. Ah, goed landen, hè? Ze zien ons. Oh my god, ik sta binnen! Ah jongen, echt. Niet normaal. Ik sta binnen. Lol, ik sta al bij de map die je moet hebben. Oh, dat is handig. Ja, hallo! Landing. Hey. Landing skill. Ik zou een brief moeten sturen naar de Spiffing Brit. Zo, kan je hem stoer doen? Check it out. Ja, hoppakee. Hey, pas op. Oi. Grote jong. Ken dat nou? Niemand heeft ons zien binnenkomen. Nee. Ja, nu moeten ze er nog uit zien te komen. Ze hebben Patrick binnen zien komen, technisch. Nee, mij niet. Dit is toch gewoon fucking stealth of zo? Even fucking zo. Dit is American stealth. Ai. En weg, teringwaaier. Nou, achter ons. Is dat sarcasme of Ja. Duh. Zie je een rood stipje op een kaart. Nou niet meer.
ga even lekker killen. Want dat kan ik. I call for some rebels to back us up. Oh. Hey. Nou gaat goed zo toch? The rebel diversion is working. Goed zo. Als je rebels wil inhuren moet je even zeggen, dan doe ik dat. Want ik kan er echt geloof ik in totaal 25 laten komen of zo. Ah, oké. Okay. Hey, joh. Ah, anders wordt het meer een uitdaging als ik het doe, toch? Ja, dat wel. Anders is het meteen zo easy. Kijk, zie je daar verderop die hele groep groene daar? Ja. Alleen een call for diversion. Dat zijn nog geloof ik op 10. En dan kan ik ook nog eens een guns for hire doen. Oké. Wat is hier een Kingslayer file? Ja, dat zijn data en zo, achtergrondgegevens. Hé, hey, wie doet de motor dan? Ik niet, ik heb geen motor. Ja, Patrick zeker. Ja, dan, de. Dan, de. Ja, ik stond daar, ja, dus pas op. Ja. En nu? Even kijken, ik zie hier een mission, story mission. Ah, story mission, oké. Maar die is wel best wel ver weg. Come on, go, get to the chopper! Oké, okay. Let's go. Ik heb hier zo boven staat een helikopter. Wil je die gewoon pakken? Ja, is goed. Ik wilde hem eigenlijk net direct op het dak, maar ik gaf iets te weinig prik vooruit, zeg maar. Ah, het kwam goed uit, we waren echt gesteld naar binnen, hop. Ja, nou ik wil hem in ieder geval, maar hij heeft ze niet gezien. Mooie dingen, mooi. Hallo, ladies. Helikopter. My name is Pipping Brits and welcome to so cool, man. Ghost Recon Wild. Perfectly balanced game with no echo. So relax, sit back, enjoy your warm cup of new Yorkshire gold. Using stealth is completely broken. Yeah. Die vet is echt zo fucking hilarisch. Echt al zijn filmpjes kijk ik, weer het. Ja, is dat leuk? Janu Key, ja, hij had een filmpje gemaakt van Skyrim een paar maanden geleden. Had hij een filmpje genaamd Rianu Keeves. Plus een Keanu Reeves. Oké. Okay. Zijn ugly cousin, om het zo maar te zeggen. Hoe die hem had gemaakt. En dan ging hij een paar exploits laten zien van de base game. Nou, echt bizar, man. Ging die, zeg maar, je hebt drie crafting skills. Enchanting, potion making en smithing. Yeah. En je kan, zeg maar, een soort van Holy Trinity ertussen maken. Dus je maakt een potion, die maakt je beter met smithing. Dan doe je met enchanting. Of nee, met smithing kan je dan betere enchanting maken. Met enchanting weer betere herbalism. En dan dat cirkeltje, dat gaat, zeg maar, iedere keer met... Ja, dat voedt zichzelf. Ja. Dus als je dat, zeg maar... Als je dat iedere keer door blijft doen, dan kan je, zeg maar, een vork met een base damage van 2... Skull, what the fuck? Wat? Kan je, zeg maar, zoveel damage laten... Hé, hey, wat gebeurt er? Ik zat even mijn wapens te doen en in één keer ben ik dood. Wat is dit? Wat gebeurt er, jongens? Ik zat naar Martin te luisteren en rustig in mijn inventory te checken. Eruit, dus ik denk, oké, we gaan eruit, prima. Dus ik spring er ook gewoon uit. Ja, dat moet je even zeggen. Ik ben allemaal dood. Ah joh. Ik had toch op spannen? Hey, ja, gelukkig. Ik ga door die motherfucker. Oi! Oi, motherfucker! Wait! No! I want to do it! Ja, jij moet me interrogaten. Hello! Hij liep een bosje in. Ha, surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Mm.
Surprise, motherfucker! Nou, bij mij is het aan het laden. Waar zijn jullie dan? Ah, de missie aan het doen, gewoon. Oh. Of alleen maar iemand beter pakken en pistool tegen zijn gezicht aan te houden. En... Oh, je zijn nog veel verder, joh. 1,8 kilometer. Nou... Kom je halen. Je gaat de verkeerde kant op, schoon. Je kan gewoon spawnen via de map, hè? Oh ja? Rechtsklik ingedrukt houden. Oh ja? Schuifelen. Oh ja? Oké. Okay. Oh ja? Kom je? Via de achterkant moet je erin. Even kijken, hoor. Nee, je moet uitstappen en dan via de achterkant. Via de achterkant? Hey, Martin. Oh, Martin. Ah. Ik ben helemaal door de war. Jij moet op de kaart gewoon rechts ingedrukt, rechts en muisknop ingedrukt houden op mijn pijltje. Op jouw pijltje? Even kijken, waar ben jij dan? Hold fast travel. Dat kan je niet. Hè? Je ziet het helemaal als je... Een blauwe pijltje op school. Ik heb het. Ja, oké, daar ben je. Nou, jongens, niet stom doen. Ik lach niet om jou, we lachen om wat anders. Kom op, lopen! Ja, ik kom! Lopen met die dikke kachel! 100 meter! En 10 seconden, hop! 80, 70, 60, 50, fucking hell. Ik ben er. Moet je even naar te kijken, ja? Ga de gun staan. Wat ben je aan het doen? Blijf stilzitten, man, met je restless legs. Ik ben al een gunner. Ja. Stap in de gun. Let's go. Come on, go, now! Ik moet nog 1,8 kilometer. Vogelvlucht. Spingala. Hallo. Een beetje normaal rijden, alsjeblieft. Where's your sense of adventure? Kijk zo mooi. Mooi. Oké, okay, daar gaan we. Shortcut! Oh nee. Wat fuck uit. Oh. Hou hem recht. This is the fun vee. If you wanna get boring. The hum drum vee is back there. Hum drum vee. Wordt helemaal dizzy, man. Ik vind altijd een lekker jazz muziekje bij mij erbij. Ja. Kun je rustig gaan? Ja, kom eens. Ja, via de rivier, jongens. How much horsepower do you think those cigarette boats got? 1000? Think they need that much? Echt een Navy SEALs. You want one of these boats? Ja. Fuck yeah. Met een... Nee! Nee, wacht. Tada! Niet te dichtbij. Ja, maar rond deze. Ik sta aan de hand, we zijn alleen maar suspected. Here we go. The drone is airborne. Let's go in. Now, fire! Holy fuck, ik ben hier aan het... ik ben hier aan het aan het scouten. Zie ik deze fucking hub? Ik wil hem voor een PR Ja, ik stap uit, hoor. Okay. Who's bleeding? Why, motherfucker? Nou, bijna dood. Ik moet even herstellen. Oh. Nee. Oh, fucking grenade! Frag out! Hola putas! Schiet de arm uit, anders blijven die helikopters komen. Enemy killed! Oh, wacht, is hier. Nou. Geen alarm meer. Hij snijdt in de magma! Hold on. Ik ben binnen, jongens. Kom je ook? Ja. Oké. Je zit in het verkeerde gebouw op school. Echt niet? Hey.
Erg niet. Even, ik moet naar boven om te hakken. Waar is... Ja, hier. Dat hebben ze uitgevonden, dat heet een trap. Ja, ze hebben hem uitgevonden. Die dieetpillen. Dat is aan de kant, man. Oh. Jammer, jammer. Ik ben bijna, hè? Nee! Alles lullen. Wie deed dat? I knew! Patrick, niet doen. Copy that. Oh. Uh-oh. Aanval. Let me plant a mine here. Where's the door? Hier. Destroy. Hoes? Hoes? Hier naar binnen. Ja. Je moet hier naar binnen. Ja. Ja. Martin. Ja. Rondje kraak. Watch out for the flashbang. Tossing a flashbang. Ah, net niet. Twee kogels. Ik had er drie nodig. Help. Help. Ja, 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 ja. Help, help, help. Help. Help, help, help. Help. Ow. There's a stockpot. Let's take it out. Oké. Aan de kant. Game, ik kan niks meer doen. Bommetje. Doors open. What the fuck? Looking at the control room must have shorted the locks. Stack up and sweep the building. Take out any cocaine stocks you find. See you in hell. Ik kan niks meer. Heb ik al gedaan. Ik heb nog één frag. Die doe ik boven wel. We hebben een sync probleem of zo, denk ik. Frag out. Heeft je gezicht weer out of sync? Ik denk het wel. Wat moeten we nog meer vernietigen? Even wachten. Oh, dat ding beneden. Helemaal andere kant van de basisgebied. Ik heb alleen geen grenades. Als je gewoon ammo oppakt van zo'n kistje, dan... Hey. Ja, ik ben even reloggen. Ik zat vast hallo, in een granaat gooien aan een mist. Oh, oké. En deze moet nog kapot. Martin, heb je nog een granaat? Als je gewoon restockt... Ik ga het zo'n restock doen. Dan pak je granaten. Hello? Oh ja. Joining Lardon's team. Here we go. Klasse. Ja. Frag out. There's another one right there. Stockpile destroyed. So, let's go. Destroyed. Maybe. I'll drive. Beep you. Okay. He's gone. Shot him in the leg. All right. Ik kom eraan. Okay. We hebben die wel nodig. Hey, ja. Ja, joh. Ik heb een goed zware voertuig bij me. Er zit nog één dude daar echt, geloof ik. Mooie tractor. Oh. Achter ons ook. Waarom kan ik hier niet overheen? Oh, wacht. Kunnen we het gewoon zo doen? Dan genoeg. Daar is die. Kill confirmed. Oké, mooi. Oh, ik ben ammo voorbij gelopen. Nou, kunnen even jullie hem even... Ja, ik ga hem even doen.
Let's go the get some. Grenade. Nou, dat dingetje nog. Oh, die ook nog in de hoek. I got this shit. Frag out. Ja? Oké. Okay. Mooi, goed zo. Oh, handig om een ammo doos om de hoek. Also put El Emissario's nuts in the vice. We'll have to come out of hiding to deal with the fallout and he's ours. Ik ben blij. Oké. Okay. Goed gedaan. Lekker hoor. Hey, ach op mij. Ik weet niet of je erop kan. Ah nee, jammer man. Gaan ze rijden? Nee. Wacht, als ik meeloop misschien. Ja, ervoor. Ja, wacht. Ga ervoor. Nee, ik bedoel erop. Wacht even. Kijk, let op. Oké, ja, go. 2, 1, go. Ja, moet wel gaan lopen. Ja, dat gaat goed, kijk. Ja, iets harder rijden. Ja, bij ons loop je achter het achterhand. Jammer, oké, laat maar. Waar gaan we eigenlijk heen? Ja, Martin, moet bepalen. Hey! Oh. Gaat die fucking achteruit rijden, die mogol? Stap je eraf, die mogol? Help. Frag out. Nee, Pat. Ah, lullig. Sorry. Patrick. Het is een missie door kunnen doen. Even takjes doen. Oh ja, wacht maar. Flashbang's going in. Oh! Nice! Throw a flash crash. Nou, ik rijd wel op de tractor. Waar gaan we heen? Dat weet ik niet. Waar wil je heen? Ik heb een dingetje aangezet. Ah. Welcome back to SB Radio. Misschien kan een beetje een Hummer meepakken. Ja, ik pak wel even een echt voertuig inderdaad. Ah. Hey, maar welkom in, Martin. Ik ben zo terug. Het is meer mijn speed. Oh. Nou, ik neem de Hummer wel hoor. Nee. Of. Nou, oké. Ik ga wel naast je zitten. Oeh. Gaan we niet schieten? Oké. Moet even op. Paul Patrick is in één keer dood. Wacht even. Help. Even naar Patrick lopen. Hoe kan dat in één keer? Oh, een trein! Een trein is erbij gekomen. Oh, ik zie hier een gun dingetje. Oh, de trein heeft hem gekild, ja. En die tractor is ook aan de kant geduwd. No. World's smallest violin. Nou, mooi. Waar is dat ding? Hier. Nou, yes. Genoeg te doen. Wat is dit voor missie? Nieuw wapen. Wat heb ik? Oeh, nieuwe hand. Gebruik ik never nooit, maar oké. Gelukkig. Nou, dat is interessant toch? Ik had die ook nog niet. Straks even kijken dan. Ah joh. Oké, en nu? Je hebt een skin natuurlijk. Nou. Dan gaan we autootje pakken en dan gaan we naar A. Oké. Ik weet niet of Patrick hierin kan, maar... Misschien achterin. Nee. Pet. Nee. Achterin in een vrachtwagen. Ja, tuurlijk. Oh. Nou, Pet is weer terug. Kijk of je achterin de vrachtwagen mee kent. Ik weet dat mijn auto is wel. Ik ben vaak gevallen met een missie dat ik zeg maar iemand meenam. Ja. Een van de AI stapte dus in de koffer. Oké. Hey Patrick, weet je wat er met jou gebeurde? Je werd ondertussen omvergereden door een trein. Ik was op een gegeven moment dood, ik was gewoon geen kijken. Hij zegt, oh. Ja, ik kan hier niet instappen. Nou, dan pakken we een... dan pakken we deze mooie bad boy. Oké. Ik ben Gunnar. Get in your fox! Boy.
Let's go. You're gonna do what I think you're gonna do. Yup. Woo! Dit is leuk met lage frame rate. La 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 la. Je hoort de lens gaan tekenen. Ja, zeg het. Wat zeg je? Had je mijn rekening nog? Nee. Mij niet. Misschien moet je nog een van mijn rekeningen in de app, dat ik hem daar kan vinden. Ja, ik stuur wel even in de app. Ja, is goed. Pet, je bent iets minder hoorbaar. Kun je microfoon eens dichterbij doen? Sorry, ik had mijn microfoon weggeplakt. Weet je? Ja. Nou, nee, dan heb ik het even door, joh. Als het dan voor de lijn is gegaan, dan is dat nog... Ik merk trouwens wel, hè. We hebben in het verleden, waar Patrick en ik heel veel Burnout gespeeld. Bro. Nee, hoe heet dat nou? Was dat een burn-out? Dat je rakelings langs auto's rijdt. Ja. Dat was burn-out. En dat ben ik zo gewend om te doen, dat ik heb bijvoorbeeld, als ik GTA speel, dan doe ik onbewust automatisch. Ja. Ik rijd rakelings langs auto's en dat gaat altijd zo perfect. Ja, behalve die paar keer dat het dan even mislukt, zeg maar. Burn-out Revenge was het. Ja. Dit hebben we ook nog vaak gespeeld, Martin. De originele Xbox. Ja. Ja, klopt ja. Dat was echt een toffe game. En toen met Martin nog met die Samsung monitor, toch? Ja, Burnout was met... Die had ik zeg maar op de originele Xbox. Ja, maar Martin toch ook? Ik ook. Ja? Ja. Kijk, Martin, wat moeten we hier doen? Want... We moeten die intel even oppakken. Dus gewoon alles killen en dan... Oh, oké. Okay. Divide and conquer, gewoon basic... Basic stuff. Shit, wat heb ik nou voor een... ik heb een explosive. Wacht. Let op. Dat kan ook. De meeste zijn motor. Dat zijn nog niet allemaal. I'm calling for indirect fire. Zo, we hebben een mortier laten komen. Komen ze? Oh, wacht even. Het is op die berg daarachter. Nou ja, maakt niet uit. Ja, mist. Je kan hem ook vanuit je drone doen. Oh ja? Ja, kan ook. Kijk, let op. Oh, dat wist ik niet. Ik zeg, ik ga via links. Uiteindelijk krijg ik een hele lange muur van 1,5 kilometer lang. Dan kun je overheen klimmen, toch? Oh nee, kan niet. Nee. Jammer. It's barbed. It's barbed. It's barbed. Ja, ik heb ook een vijandje gekillt. Eén, die Lonely aan de andere kant van het... Ik heb natuurlijk al die missies al gedaan, dus ik kan hier niks meer mee. Ik kan het niet gebruiken. Nee, we worden ontdekt. Hakken! New mission, kijk. Reach the boat. He's cool. Oh, ik heb hier zo een missie. Twee story mission. With Coca. Wow. We zijn met z'n drieën. Ja. Ik hoorde de vierde squad met haar praten. Maar omdat het bij mij in de game een vrouw is, hoor ik dus een vrouw. Ja. Zellig, wat moeten we met die informatie? Nou, dat het dus vaak is dat er dus een AI aan het praten is, die dus niet er is. Oh, en dat is misschien fout. Ja, en dat hokje daarboven is een skill point. Joost, ik heb weer verzonnen. I got this. I'll pilot. Via een trap. Via een container een trap op. Frag out. Kom dan, Martin. Ja, even doen, maar even een kill point hebben. Hop. Oh. I'm good. Je zit in de ditch, man. Ja, wat doet deze game niet? Jammer, hè? Ah, nee! Dat heeft de game wel. Moeten we weer gaan healen, man? Het geluid wordt ook weer zo...
Oh shit. Zo, hier. Ja, hem even ingedrukt. Took you long enough. What took you so long? Ja, een beetje dankbaarheid. You idiot. Jezus, 5 kilometer. Wieeuw. Nou, gelukkig een helikopter. Hé, hey, maar Martin, ben je nu op Twitch aan het streamen ook? Ja. Ja, oké. Okay. Hebben we al viewers of niet? Nee, eentje. Ik denk dat de meiden zijn boven. Oh ja, want ik had ook net één viewer. Ik zei dat ik ging streamen. Wat gaan doen? Dat is ook gewoon... Wat is er? Ik moet toch wel de stream voor jou gaan even aanzetten dan. Vanuit ja, precies. Zo. Wel goed voor mijn viewership, ja. Ja, daarom. Sharing is caring. Ja, ik laat die meid ook expres ernaar kijken. Oh, wat een torment is dat. Wat? Ja, expres naar jouw stream moeten kijken. Nou, Roos die vroeg het. Zeg, mag ik jouw stream kijken? Ik heb gezegd dat ik zou gaan streamen. Ja. En toen zei ze, mag ik dan naar je stream kijken? Ik zei, ja, maar ik ga pas streamen als jij op bed legt. Boven natuurlijk een tv met een laptop. Dus ja, die de laptop kijken al zonder dat het niet al in slaap is gekomen. Ik wou net zeggen, hoort ze niet te slapen, want je moet toch morgen naar school mee gaan? Ja, maar zij doet altijd heel laat in slaap vallen, daardoor laat ik haar, zeg maar, als ze thuis komt, dan laat verplicht. En dat helpt al een beetje. Nou, ze waren om 6:30, 7:00 uur op bed. Nou, bravo, ik krijg elkaar bij die meiden. Ze zijn echt gewoon zo fucking eigenwijs allebei. Ja, zo volhardend eigenwijs. Oké. Rustig aan. Let op, tactische insertion. Zo moet het sparen, Martin. Ja, mooi hoor. Alleen dan word je gelijk lek geschoten. Doei! Move it, ladies! Nee! Ja. Wat een mooie tactische sprong. Ik weet wat iemand is. Ja, lekker handig. Insertion, hè? Wat je dan doet is hang out. Ik probeerde eigenlijk de voordeur uit te springen, maar... Put a call to the rebels for some reinforcements. Ja, kom eraan. Help. Doe mijn best. Help. Help. Ik kom. Twee dudes aan de andere kant van dit gebouwtje. Ja. Eentje getagd. Kom er nu naar binnen. Vijf seconden. Ja, gotcha. How about you not let me get shot next time? Ja, Patrick. Hey, ik heb al een taxi insertion verzorgd. Hebben we de rest? All we gotta do is turn on the. You didn't do shit! No. Hey, ik heb iedereen op het island gekillt. Gas is running. Ja, lekker dan. Nou, dan ga ik toch. We must definitely run like hell. Gas is running. We need a spark. Short circuit diffuse box. Oh ja. Ik ga even zwemmen. Oh, deze ja. Short circuit diffuse box. Ja, ben er mee bezig. Job's done. Let's get the hell up. Kan je gewoon dit doen? Explodes. Nou, wegwezen. Rebel kill. Your asses. Things wegwezen. Ja! Ding gaat ontploffen zo meteen. En... Kaboom! Kaboom! Goed gedaan! Any day you blow shit up, mission completo! However, Sergeant's gonna have to deal with this quick, or his granddad will skin him alive.
keep turning. Nou, nieuwe missie. Then we get him. Newman, this is Pat Kattari. The damage is done in Okola has made him very nervous. He's terrified of what Otaya will think when he finds out how much production capacity has been lost. Wat voor level ben je nu, Martin? Ik weet niet, ik zal zeggen skills. Kijk hoor, ik stable aim 3 doen. Meer food, nodig. HP fire spread, schiet meestal 1. Iets kon ik doen. Understood. Tell your people we're on the way. Oh, een diversion lure heb ik ook nog. Wat wat is het plan van aanpak? Zeg het maar. Destroy orphans. Oh ja, deze. Deze hebben we er ook samen gedaan, Pat, of niet? Ja. Oké. Okay. Zullen we via de docks naar boven gaan? Ja. Ja, dat is een leuk idee. Let op, want daar is de snijper. Ik kan hier niet vanaf trouwens. Jawel. Ik heb geen optie voor met één. Nee, gewoon uitstappen. Dat doet hij niet. Bij mij ook niet hoor. Kan niet. Bij mij ook niet. Vaag. Nu wel. Ja, want als je... Vlieg het water. Oké. Okay. Rustig aan jongens. Ik heb geen schot. Sniper. Ik heb geen schot. Sniper. Ja hoor. Lekker tak. Hij is dood. Ja. Oké, okay, we moeten gewoon... Je kan ook altijd door de keys heen schieten, hè. De hitbox is best wel goed van die... Ja, hè? Ja, maar ik stond precies in een moeilijke hoek. Deploying drone. Nou, laten we eens eventjes dronen. Deploying drone. Looking at a small tango. Got another tango. I see some light. Je hebt de spotting nog meer gebruikt. Ik niet. I got a third target. Ook niet. Hold on. Eyes on a small group of tangos. Alarm over here, there's five. Eén. That makes 10. The rebels are drawing away their attention at number 10. Tangos. Okay. Martin is al aan het oprukken. Nee, ik ben aan het scouten. Oh. Ik ben mijn drone nog bezig. Er zitten een hoop binnen. Oh. Twee buiten. Drie buiten. Hey man, a few extra body parts. Ja, die ene was al. Mijn drone is op. Ik neem nummer 3. Oké. Okay. Hold on. Ik moet ook even naar boven hier. Ik neem nummer 2. Shit, er komt er nog een, er komt er nog een. Ja, dat zijn hier. Kunnen we hier gewoon even sneaky naar boven lopen en dan gewoon even personal... Kunnen ja, kan ook. Kunnen we hier binnen naar boven? Ah, oké. Okay. Ze gaan weer naar binnen. Ja, Martin is al door die tunnel heen. Oh, shit. Ja. Oh, Martin. I was not spotted. Target eliminated. Okay. Ik hoorde wel de tikjes. Ik heb er twee buiten gekilled, die Oké, okay, awesome. Bleven apart van de anderen. Oh. Nee, hey, Martin! Wie is er gespot? Ja, Martin. Oh, dat is van dat gaas. Ja, daar kun je doorheen kijken ja, natuurlijk. Man. Gooi maar een granaatje naar boven dan. Nee. Oh, fuck. Now you did it. Civilian killed. Let's go! Nee, dat was een barrel. Frag out. Need it, motherfucker. That tank goes down. Destroyed. El Emissario better pull his head out of his ass. Pretty soon he mission won't. Complete, okay. So what? What? Now then you complete. Let's get out, huh? I cut the bat.
Volgens mij heb ik die ene barrel kapot geschoten. Toen ontplofte alles langzaam even in. Ja. Nou, beter toch? Gaan we terug naar de helikopter? Ja, ik ben onderweg. Oké. Easy. Kom maar aan. Kijk. Hier, story mission. In het water. Ah, shit. Oké, let's go. Oh, wordt ontdekt. Later. Mazzel tof. Het coole is, als je op bepaalde plekken Santa Blanca en Unidad bij elkaar hebt staan, als je maar één van die twee met een sniper round doodschiet, dan vallen ze elkaar aan. Weet je wat ze allebei gedaan hebben, zeg maar. Dus krijg je een beetje What info. Did you do? Ja. I did nothing. It was you. It was you. No, it was you. Dat is ook een goede tactiek. Dat kennen we als gebruiker. Drie kilometer. Waarom gaat het alarm van de helikopter af? Weet niet. Dat hoor ik ook, ja. Woep, 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 woep. Nou, we hebben een beetje benzine verliezen, joh. Hoe word je dit? Nee. Let's go up the mountain. Alright. Oh ja. Snipers, take the high ground. En er zit ook een mooie basis links. Ja. Dat topper. Ja, pas op voor die paarse helikopter. Ja, dat zeg ik jullie daar. Ja. Volgens mij is dat een naam die is opgegaan door een paar gasten die niet wisten wie welke loot kreeg. Dat ze daar allemaal staan. Hey, jullie daar? Jullie daar? Oh, Martin fantasie, hè? Oké. Wat is de plan of approach? Oh. We hebben een mooie cliff, die kunnen we op gaan liggen. Ja, alleen ik kan ze niet... The drone is up. Je moet eerst gaan praten, hè? Oh. Oh. Hoi. Dan gaan we eens praten. Dan gaan we toch praten. Ja. Praten? Wat? Moet even praten? Een auto. Kut. Ja, KUTT. En dan kan ook nog praten. En centrale natuurvergrendeling. Ja. Michael. Michael. Michael, nee, ik wil nog... Mobiel, met je hoofd. Yo, jaren 80 nummer. Wat moet je kut? Hoe ik god van de wereld kop dat ik afgekopsel heb. Wat is er voor kut? Even een vet hard nummer opzetten. Ja. 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 Michael. Check die beat. Ja. Ik check die Oh, na al die jaren blijven het nog steeds zo... Zo goed. Ja. Even... Lekker bakje koffie. Nee, dat doen we niet. Michael, wat is dit? Het is wiet. Tot wiet. Jij moet praten, maar. Ja, maar jij stond er net vlak voor hem. En ineens staat hij op die berg. Voor mij staat hij hier nog, hè? Als je op de goede plek staat, die kan hem langzaam wegduwen. Dan kan je hem de berg afduwen. Nou, wacht even dan. Laat me even met hem aan hoeren. Gooi je gewoon een granaat voor zijn voeten zo.
Nee, laat mij de motor doen op hem, ja? De motor. Order. Motor. Waarom? Hij is zo bug. Zijn dialoog blijft iedere keer zetten. Doe eens niet, Pascal. Wacht even. Hij is bug. Nee! Nou, dan reset hem toch even. Ja, dat is het enige nieuws die zo bugged is. Dan moet je hem gewoon killen, eruit en opnieuw beginnen. Oh, Patrick. Je spant hier gewoon. Oké. Dus als ik kom langs, kan ik dan misschien je auto lenen? Nee. Batsen met je moeder. Ja, oké, maar ik bats wel met je moeder. En nou even koffie drinken. Oh nee, bak je thee. Lekker bakje thee. Oh, we gaan altijd paffen, hè? Oh, god, I'm bleeding! Hè? Help, Skull. Ja, kom eraan. Oh god, ik ben nog niet eens in de game en jullie zijn dan weer aan het fucken. Waarom val je van die berg af? Ja, dat dacht ik dus ook te doen. Dat ging niet helemaal goed. Oké. Nou, even rustig aanhouden. Nou, dit keer gewoon Martin even laten praten. Ja. Lekker praten. En anders schiet ik u neer. Motor. Ja. Motor. Motor. Komt weer motor. Ja, het is Luxemburgs accent. Knetch. Woost. Knetch, dat weet je nog allemaal goed. En woost. Ja, die weet ik wel. Ah, zijn de klassieken. Ja, Martin weet nog steeds niet wat woost is, hè? Ja, we hebben het toen een keer verteld, maar dat gelooft hij niet. Ik weet het niet meer. Oh, weet je het echt niet meer? Jammer. Nee. Laat maar dan. Top. Ja, woost. Kutvogel, ik wil niet sneaken. The rebels are drawing away their attention. Ik zal je nog een woordje leren. Zwarte Piet in het Luxemburgs is Hoziker. Hozinger? Hoziker. Hoziker. Ja, zoek maar eens op. Dat is een bijnaam trouwens. Ja, inderdaad, Hoziker. Technical name is Hoziker. H-O-S-I-K-E-R. Doet dit niet? Nee. What the fuck was dat? Je moet even use ingedrukt hebben. Ja, joh. Hij reset hem iedere keer. Het script loopt vast. Fuck. Nou is hij bang. Nee, hij is eraan praten. Oh. Ja, hij gaat vluchten. Wat doet hij nou? Ja, nee. Wacht nou eens even. Misschien doe even je wapens holsteren. Misschien doe je... Ja, hier. Hij doet het. Wacht. Nee! Hij doet maar het nog steeds. Eentje moet met hem praten. Die andere twee moeten gewoon aan de kant. Oké, okay, we gaan weg. Hij maakt niet eens de eerste zin af. Wacht. Hoe kan dit? Waar is hij bang van? Oké. Nee. Waar is hij nou? Ja, ergens schrikt hij van of zo. Nou, is hier nog iets, iemand nog niet dood? Nou staat hij weer buiten. What the fuck? Wacht even, hoe heet die gast? Rebel dog. Nee! Nou, nog een keer. Als hij gebugd is, dan blijft hij bugged. Ja, maar ik ga even kijken of er iemand is. Nee, eentje moet gewoon naar hem toe lopen met hem praten. Wij, Pascal en ik, moeten gewoon wegblijven daar. Als je eenmaal een keer van zijn plek af wordt geduwd, dan... Is hij bang. Ik ga wel zo stoppen, jongens. Ja, ik moet ook zo naar bed. Ik moet morgen werken. Ja. Dus kwart over zes gaat de wekker weer. Kwart over vijf, sorry. Zo, vroeg werken. Het is de laatste missie, dan... So walk through this area, so you back off and let them walk. And then holster our weapons and surround them. Everyone just spams the talk button. Eventually someone gets the NPC to finish talking. Doesn't always work and it'll take several minutes to finish your comp. Holy fuck, het is ook gewoon... En dat is 4 maanden geleden, hè? Ja. Maar de game is al oud, hè? Die wordt niet meer ondersteund. Het
natuurlijk klaar, zeg maar. Dit soort bugs zijn toch gewoon te game-breaking. Ja, maar het gekke is, ik heb deze missie zelf, denk ik, in 3 verschillende walkthroughs gedaan. Ik heb er nooit last van gehad, maar ik heb het altijd gewoon gedaan. Nou, bij mij ook. Misschien als je multiplayer zo doet. Ja, misschien de lag of zo. Misschien een keertje de... Hoe heet het? Gewoon even die game opnieuw opstarten en dan een keer solo proberen. Ja. Ja, hij stopt gewoon na 1 zin al. Ja. Je guns geholsterd. Ja. Misschien moeten wij ook onze gun holsteren. Ja, dat zei ik ook net. Je moet je guns holsteren. Wacht, ik heb hem denk ik. Ik heb hem. Ja. Nee. Nee, de derde zin. Ja, maakt niet uit. Ja, maar hij Mark, ga naar buiten. Nee, wacht. Ja, wat explodeert er nou net? Carl, ben jij wat aan het doen? Hij kan een barrel geschoten. Ja, daar schrikt hij weer van. ik had hem bijna. Wat nou eens een keer met die kut explosies, man! Oké, wel wacht. Ja, het komt hier langzaam aan de heen. Ik ben er bijna. Ja, leuk, what the fuck wil je nou? Ja, nutteloze verhaal. Lekker boeiend. Oké, we zijn er. Hehehe. Ja, goed gedaan, Pascal. Dank je. Defend the doctor. The rebel diversion started. Go see the doctor. Ik heb extra hulp geroepen. Oké, awesome. Hallo, blijf eens even van mijn dingetjes af hier zo. Well, they're dead. Ik zeg heel simpel, ze hangt telkens de auto vernietigd voor wat ze uit. Ik heb daar denk ik niet genoeg zwaar genoeg kaliber wapen voor. Ik wel. Ik heb gewoon LMG. Heb je geen kijk eens. LMG nog? Nee, rebels. Go. Nee, ze gaan aan de kant. Ze zijn al aan de kant. Ja, is niet erg. Er was niks meer om te vernietigen. Ja, jammer. Komt er nog een? Bowman has vehicles. Why we asking the rebels for one? 2. Bowman has vehicles. Why we asking the rebels for one? Hoppa. Frag out, eat it, fuckers. Nice. Wow, helikopter. Die is gebombardeerd met een helikopter. Sorry, ik schoot de helikopter uit de lucht. Terwijl Pascal wat die andere wagen grenadeerde. Nice, man. Goed gedaan. Drone going up. Drone? We moeten fucking hebben een drone. Ja, verkeerde knopje. We hebben zo gewend dat Z... plat liggen. Oh, dat is het al. Oké. Het moeilijkste gedeelte van deze hele missie is dus praat. Praat. Hey jongens, ik ga afsluiten man. Ja, ik ook. Dat is gezellig. Het is mooi van yes. Dan ga ik even naar de eerste zone en nog even alles een beetje leeg spelen. Mag ik nou zeggen, ik probeer elke zone voor 100% te doen. De wapens en al dat soort dingen. Ja. Alright man. Awesome, tot later. Jij was gezellig.